Rob Geus is in Spanje om vakantiegangers bij te staan. Ik heb een telefoontje gehad van Wilma, die is samen met haar dochter op vakantie in Salou. En die had half pension geboekt. Dus houdt in eten en een appartement. Het eten schijnt verschrikkelijk te zijn. Het is eigenlijk een beetje overstuur. Ik ga haar nu ontmoeten. Gezellig, moeder en dochter. Hi. Oké, dames. Nou, jullie hadden gebeld. Er waren problemen met het eten in het hotel. Vertel. Ja, dat gewoon van de eerste dag aan is het eten gewoon heel slecht. Ja. En niet alleen slecht, maar het is niet gaar. Het is koud, het is echt vet, het is echt vreselijk. We zijn er dus een paar dagen flink ziek van geweest. Je bent ook echt ziek van geworden? Ja. Ik ga het iedere dag toch weer proberen, maar het is echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En het is allemaal worstjes en spek en zo vet als ik weet niet wat. En er zit een hele witte waas over. Nee. Wat doet het met je vakantie, dat je dat zo aantreft? Nou, ik ben heel boos en verdrietig. Want ze jagen toch ons op extra kosten. Mm-hmm. En verdrietig van, verdorie, hoe moeten we nou verder die vakantie doorkomen? Want ja, het loopt toch in de kosten. We gaan iedere dag uit eten. Ik ga echt alles in het werk stellen om erachter te komen waar al die ellende vandaan komt. Ja. En hoe ik die ellende kan oplossen. En we spreken gewoon af, ik kom eind van de avond bij jullie daar terug. Ja. Maar we gaan hier zeker iets aan doen, dat beloof ik je. Dan zou ik zeggen, eet smakelijk, hè? Ja, dankjewel. Rob gaat naar het restaurant van het hotel om zelf het eten te testen. Maar eerst kijkt hij of de afwasmachine zijn werk wel goed doet. Heel vaak gebeurt in hotels dat de borden ineens schoon zijn. Dan heb ik een vloeistof bij me en dan kan ik zetmeelresten op opsporen. Als hij roze kleurt, dan steek ik dat het bord niet schoon is. Het bord is helemaal roze gekleurd. Het houdt dus in dat hier gewoon allemaal nog zetmeelresten aanwezig zijn. Dus eigenlijk begin je aan een buffet met een vervuild bord. Ja, hoe fout kan je beginnen? Het buffet is net open. En de kip 38 graden. De pasta is 42, nog veel te koud. Het meeste dat op mijn bord ligt is te koud. Dan ga ik kijken hoe die kip eruit ziet. Het is natuurlijk belangrijk dat de kip wel gaar is. Kijk. De kip is veel te rosé. Een kip moet door en door gaar zijn. En zeker kip waar een bot aan zit. Als je het niet doet, dan loop je direct gevaar. De spudding is van custard gemaakt met melk. Een zuiver product. Moet je altijd maximaal 7 graden presenteren. Liefst zelfs 4 graden. Mijn grote verbazing, het is 17 graden. Man, man, man. De restaurantmedewerker wordt erbij gehaald. Dit is 23 degrees. Oké, ja. But what did he say? Just a second. Yeah. En terwijl het bord maar roze wordt, zit ik hier met een apart gevoel. Warm eten is gewoon totaal gevaarlijk. Er wordt gegeten van vieze borden. En het koude eten is nagerecht. Wat een lekker toetje moet zijn, wordt veel te warm opgediend, waardoor je ook ziek kan worden. Dan komt er een mevrouw die Rob vraagt mee te gaan. Excuse me, hello. Hallo. Hello, don't do that. Hello. I don't want you're from here. Rob moest verder onderzoek stoppen, maar hij weet genoeg en gaat naar Betty en Wilma. Dit buffet is gewoon slecht. Borden vuil, nou, dat kan sowieso niet. Kip niet gaar en te lage temperatuur, levensgevaarlijk. Ja, kip aan bod is een van de meest risicovolle producten. Als dat verkeerd bereid wordt, kan je daar dood en doodziek van worden. Ik vind dat echt heel erg, hoor. Maar ik ben er klaar mee en ik heb het geprobeerd daarop te lossen. En ik ga nu de rijtlijn bellen. Rob neemt contact op met de reisleiding en die komt gelijk met 3 man sterk. Ik ben eigenlijk een beetje boos. Nee, een klein beetje eigenlijk heel erg, want het is heel gevaarlijk wat hier gebeurt. De kippen worden hier gewoon rauwhaas opgeleverd. En ik hoop dat het meevalt, maar dit probleem moet u als reisorganisatie absoluut niet onderschatten. Salmonella in kip kan zelfs dodelijk zijn. Je kunt ervan uitgaan dat ik problemen, zeker wat dat betreft, niet onderschat. Wilma en Betty eten nu al dagen in het restaurant op de hoek. Omdat we daar vertrouwen. Daar vertrouwen we het eten. En daar is het goed. Dan wacht ik liever 1,5 uur voor het eten, maar daar is het goed.
Nou, zou ik je dan zeggen van, wil je dan liever dat je zeg maar de rest van de vakantie gratis in de Heinekoek laat eten? Heb je dat liever? Ja. Ik ga het nu regelen. Ja, ik ga nu. Moet je nu nog eten? Ja. Maar als nou, jij nog eten? Met z'n allen naartoe gaan. Ja? Als jij nou zegt van. Dan neem ik je er nu mee naar de Heinekoek. Dankjewel en bewaar de kippetjes. Ja. De kippetjes die ga ik bewaken. Ik zal morgenochtend, niet nu, zal ik nogmaals met de directeur bellen. En dan zal ik zeggen van luister, we hebben een hele bekende Nederlander die daar heel veel verstand van heeft. En die heeft gezegd dat het echt niet goed was. Dus je moet er toch een beetje op letten of je moet geen kip meer serveren. Het probleem voor Wilma en Betty is opgelost. En de volgende ochtend is Rob samen met de reisleider naar het hotel gegaan om de problemen structureel aan te pakken.